CSG Kluiverboom in Levenborg is vanmiddag ontruimd vanwege een brand. De brand in het pand is waarschijnlijk ontstaan door het wegbranden van onkruid rond de school. Volgens een medewerker is daardoor vuur naar binnen getrokken via de spouwmuren. Er is een kleine brandje ontstaan, een inslaande brand aan de binnenkant van de gevel. Dat is ontstaan door middel van onkruidbrand. En dat is de oorzaak waardoor het is gaan smeulen. Toen zagen jullie rook in de school? Ja, en daarom vandaar gelijk een melding naar de brandweer. Voor alle veiligheid. Alle leerlingen naar buiten, om hoeveel leerlingen gaat het? Dat is een standaardprocedure. Dus alle leerlingen moeten dan naar buiten. Dus niemand mag in het gebouw blijven. Dus dat is een vaste routine. Er raakte niemand gewond bij het incident. De leerlingen van de school hebben de rest van de dag vrijgekregen.